om vast te maken. Bij de mensen staan we nu aan de vooravond van een zeer belangrijke gebeurtenis. Hier gaan we water produceren en u ziet het, het komt uit de Suriname rivier. En dat zal allemaal gezuiverd worden, oppervlaktewater. En geproduceerd worden tot gezond en veilig drinkwater. Oké, blessing. Het project kent een aantal componenten. Het kent een stukje winning en zuivering. En dat wil zeggen dat het water uit de Suriname rivier, dat wordt dan gewonnen en hier gezuiverd. En vervolgens zal het dan via een transportleiding tot naar Tamarijo worden getransporteerd, zodat dan het gebied van water kan worden voorzien. Directeur, minister NH. Laat het in ieder geval niet alleen een heipaal zijn, maar een mijlpaal zijn voor de verdere ontwikkeling van Kwamowijnen. Blessings, nogmaals gefeliciteerd. En vandaag hebben we een aantal onderdelen, waaronder ook het leggen van de eerste buis om het water straks tot naar Tamarijo te brengen. We praten over ongeveer 25 kilometer en u moet zich voorstellen van, dat zijn ook best grote buizen. Het zijn buizen van zo'n 50 centimeter qua diameter. Heeft dan heel Kwamowijnen schoon drinkwater? Nou, er zijn verschillende gebieden van Kwamowijnen die van drinkwater moeten worden voorzien. Dit project is vooral bestemd voor de verschillende woonkernen. Daar praat ik over Alkmaar, Nieuw Amsterdam, Tamarijo, Meerzorg. U moet rekening houden dat de productiecapaciteit van dit station is zo'n 500 kubieke meter per uur. En als u dat wil omzetten, dan moet u rekenen op zo'n 10.000 gezinnen per dag die dan van schoon en goed drinkwater kunnen worden voorzien met deze installatie. Binnen hoeveel tijd kan er water zijn voor de genoemde projecten? Nou, de president heeft aangegeven dat hij dat graag binnen 6 maanden wil zien. We gaan er alles aan doen om inderdaad zo snel mogelijk het project op te leveren. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het rond eind van het jaar zou worden opgeleverd. Maar in ieder geval nog dit jaar. En we doen er inderdaad alles aan om de deadline die de president heeft gesteld inderdaad ook te halen. Ik ben blij dat deze regering met deze president het zijn gegeven heeft dat het watergebeuren voor hem de hoogste prioriteit heeft. En dat stemt ons goed. De SWM stemt het goed. President, ik ga u zeggen, zolang ik bij SWM zit, kunt u op mij rekenen. U heeft aangegeven dat binnen 6 maanden dit een feit moet zijn. En als de president gesproken heeft, dan heeft de president gesproken. Wij gaan er alles aan doen. Ik weet niet hoe, met de aannemers praten de week die komt, dat dit wel binnen 6 maanden een feit moet zijn. Ik weet niet hoe, maar het gaat wel moeten gebeuren. Natuurlijk, we moeten 25 kilometer leidingen aanleggen. Zie de diameter van die buizen daar. Je kan ze echt niet met je hand tillen. Er zijn speciale machines gekocht om het te doen. Maar ik weet niet hoe, maar het moet wel gebeuren. Directeur, ik ben niet in de kwalijkere, want ik ben hier in de karmineek. Want alle tijd ben je in de kantoor. En alle tijd ben je met de tijd dat ze zijn. Want dan wat rijdt om? Ik heb tijdens mijn dag mijn broer twee keer bij mij. Ja, alleen mijn bellen. Mijn oosterling, ik ga naar pensioen. Ik ga in een goede, zolang ik nog banana water afkomen. Ja toch? En daarom denk ik, dat president, gewoon maar aan water moest klaar. Ik ga nog zitten water afkomen en dan moet ik wel maar goed. En ik ga naar pensioen, zolang water is nog bar. Ja toch, mijn oosterling? Dat biedt hij geen. Hoe nakwam nog iemand af? En ik ga tegen nu dat de president als donjia zo, meneer Santoki. Dat ik mijn broer zweeg. Mijn oosten gaat. Dat nee, president. En wat eraf komt, moet je moet squatten. Even naar dat hier. Mijn broer zweeg. Mag hij 6 maanden blijven. En precies voor je tak 60 moon. Ook ba, nee, bribi. Ja? Dat wil ook morgen voor alles over doen aan jou. Maar in ieder geval, wat afkomt, je komt. Inderdaad, als de VP komen, zouden we doen aan directeur. Want je bent hier wel los aan niet. Maar directeur,
U bent bewoner van Kommerwijnen. Uw 60ste leeftijd bereikt pensioen. Hoe zou je je voelen als u daar thuis als bewoner van Kommerwijnen zou zitten en Kommerwijnen zien zonder water? Hoe zou je voelen? Dat u als directeur dit niet heeft kunnen doen. Dat is mijn beweegreden geweest. Giama Okasi. En laat hij binnen 6 maanden hier water in Kommerwijnen brengen. Dat je een goede legacy hebt. Dat heb je God op een hobbelstoel. Je virusrif, suiti. Dat je dat hebt kunnen doen voor Kommerwijnen. De begroting is in april 2020 is de begroting, tenminste van die periode is de begroting. En je moet dan denken aan een eurocomponent, omdat het ook een eurocomponent heeft van iets minder dan 12 miljoen euro. En een SRD-component van rond de 86 miljoen SRD. En dat is dan de totale begroting van het project en dat houdt in de zuivering, al die activiteiten, de civiel-technische werken, maar ook het leggen van de leiding, de installatie die in België is gebouwd, dat is allemaal dan meegenomen in die begroting. Vooral de financiering was een uitdaging, maar door financieel prudent beleid van deze regering hebben we kunnen besparen. We hebben kunnen besparen en op eigen kracht kunnen we alvast van start gaan met zulke projecten. U ziet bij deze regering in elk geval waar uw middelen aan worden besteed. Dat is belangrijk. We praten over 67 miljoen Surinaamse dollars. Het SRD-component, maar is ook een euro-component van ongeveer 3,9 miljoen. Ruim 3 miljoen euro. Ruim 70 miljoen SRD. PP, geen makkelijk bedrag, geen IMF-geld, geen Lazard-geld, geen fresh capital. Maar onze eigen besparing en een deel afhankelijk van bevriende naties. Ziet u wat we doen in die 7 maanden? Terwijl we in een ernstige financiële crisis zitten. Dit is geen 7 maanden voor de verkiezing, mensen. Hoe weet je nou? Het is geen 7 maanden voor de verkiezing. Voor een showproject. Potborddappen. Beloven dit, beloven dat, train dit, schorodappen. Dit is 7 maanden na ons aantreden dat we dit realiseren. Ik zeg u dit, omdat u wellicht zal horen dat het niet een project is van deze regering, dat dit al eerder was gestart. Nou, de vorige regering heeft het geïnitieerd. Maar een project initiëren betekent nog niet dat je het project hebt afgerond. Het project was gestagneerd, het project was, kon niet verder. De aannemer heb ik hier gezien vanmorgen, meneer Houkes. Vraag hem hoe het zat met de betaling. Want ook toen in Marwijnen, dan moet je naar een project is naar buiten project, dan moet je buiten kwam een project, maar ze hebben een klaring. Heb ik een klaring ook toe toch? Marwijnen, want ik kwam scoren ook toe. De potbord hier komt zo te schoon, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, Boussi, je maar hier bord. A hier bord, Boussi tap in a Boussi. Die staan toch hier, Brunswijk kon naar regering. Eerste steen leggen doekba. Ja? Fabio had ik moeten voor Mongo naar Albina. Alle project goed, keur goed ook toe. Dat project gooi naar laag, omdat naar Monide Maitekenjang of naar Saipsa, maar is geen geld om het project uit te voeren. Dat Bepsa. Waar tegenstanders van dit beleid gaan zeggen, niet Garo. Hoe ben je mij mek? Hoe ben je mij kwam money? Gado ik u. Als je eerlijk bent als regering, als je bidt zoals we elke dag bidden, gaat God jou die wegen wijzen die je moet bewandelen en ontwikkelen brengen. Dat we doen. Sami Sabi, dat na Jargo, Jarkong, Kommerwijnen, want deel van Kommerwijnen, no abi drinkwater. En today, als stap een poti, dat die moro zekerheid er komt. En binnen 60 moon, leksa, a directeur taki, e falasangobung, wetekeng,
binnen eind van jaren. Maar als je binnen 6 maanden komt, dan heb je breed.